situatie voor de eerstkomende 6 maanden. En ja, moet dat verlengd worden, dan zullen we het verlengen. Die mogelijkheden heeft het Rode Kruis? Die mogelijkheden hebben we. De problemen in ons eigen land zijn van een hele andere orde. In het Drentse Hogeveen is de afgelopen dagen beroering ontstaan wegens een omvangrijke steunfraude. Rechercheurs van de sociale dienst ontdekten maar liefst 12 gevallen van gesjoemel met uitkeringen in 1 straat. De sociale dienst is voor tonnen getild en de buurt weet van niks. Hoewel, kijkt u naar een reportage van Jan van Loenen. Wat is de beroemdste straat of de beruchtste straat van Hogeveen? Jan van de Veenstraat, denk ik. De beruchtste? Jan van de Veenstraat. Ja. Heel best. Reug. Ja, hartstikke een beetje gevaarlijk is hoor. Beetje als je zo, ja. Ja, nou, het is toch allemaal drugs in toestand hoor. En die straat is... Nee, dat weet ik niet hoor. Nee, maar het is wel een drugs. Nou, nee, ik zou er niet meer willen wonen. Maar ik wil ze ook niet helemaal de schuld geven overaf aan. Ze worden ook echt wel in een hoekje gedrukt. De Jan van der Veenstraat ligt even buiten het centrum van Hogeveen. Hier midden in beeld. De beroemdste, beruchtste straat van de stad. Vorige week kwam de straat in het nieuws. De plaatselijke kranten berichten over steunfraude. De sociale dienst had na intensief onderzoek een grote vangst gedaan. De straat werd met naam en toenaam genoemd. Hogeveen is zo klein dat dat direct op straat ligt. Daar kan ik ook niks aan doen. Ja? Men weet ongeveer hoe of er geleefd wordt, gewoond wordt in de Jan van de Veenstraat. Dat heb ik niet naar buiten gebracht. Dat was al langer bekend. De mensen, de krant, die maken deze straat zo slecht. Kijk, als je of wat gebeurt is dergelijks, of wat hier, dan moet je altijd zo overdreven. Dat is vind ik erg. En weet u ervan dat hier een onderzoek is geweest van de sociale dienst naar de steunfraude? Daar is natuurlijk wel wat van bekend in de buurt. Ja, daar weet ik wel wat van, maar dat heb ik niet meer nodig. Nee. En dan zijn er mensen die de wanden nodig hebben, denk ik. Wat schrijven ze in de krant? Nou, dat hier stuurfraude is of zo. Weet je wat dat is? Jawel. Wat dan? Dat de mensen dubbel trekken. En klopt dat we de kranten schrijven? Nee. Daar bemoei ik me niet meer. Daar bemoei ik me ook niet meer. Wat een ander doet, dat moet hij weten. Ik doe het maar niet en wat een ander doet, dat interesseert mij niet. Wat vindt u ervan, dat als mensen dat doen? Interesseert mij niet. Nee? Interesseert me niet. U keurt dat niet af? Nee. Ik keur het niet af en ik keur het ook niet goed, dat moeten ze zelf weten. Het onderzoek van de gemeente Hogeveen naar de steunfraude duurde 4 maanden. 2 fraude-rechercheurs werden op de zaak gezet en kwamen tot de conclusie dat sommigen 6 jaar gefraudeerd hadden. We praten over, wat ik zei, tussen de 8 en 12 personen. En we praten op dit bedrag, waar wij informatie over hebben, via de sociale recherche, over zo'n 4 ton, ruim 4 ton. Vindt u dat veel? Ja, dat vind ik veel. De activiteiten van de recherche leiden tot verontwaardigde reacties. Er zijn onschuldigen opgepakt, wordt er beweerd. Zoals mevrouw Bakker, gescheiden en 3 kinderen. Ik kreeg hier 2 recherches 's morgens bij huis. En toen zei ze tegen mij als ik hier mee wou, naar het bureau. Ik zeg, ja, maar waarvoor? Ik zeg, wat heb ik gedaan dan? Hij zegt, steunfraude. Ik zeg, steunfraude? Ik zeg, wat is dat eigenlijk? Hij zegt, dat u geld krijgt wat u niet toekomt. Ik zeg, je bent niet goed, maar... Hij zei, ja, tuurlijk. Hij zei, wil je wel in meegaan? Ik zei, nou, ik zeg, moeten ga ik natuurlijk met. Ja. Dan ben ik meegegaan. Nou, ik heb het bureau mijn verklaring afgelegd. En wat zeiden steunfraude? Wat bedoelen ze dan precies? Ik kreeg hier vaak een jongen in huis. Die kwam hier met mijn broer bij mij binnen. Dat is een alcoholist, die jongen. Die kwam hier vaak binnenlopen met goede kennis dan. Ja. En die zat hier vaak een flesje bier te drinken. Gewoon een arme, zielige jongen. En toen dacht ik, Silly, dat ik met hem samen woonde. En heb ik ze 1000 maal gezegd, ik zeg, hoe kom je er dan bij? Ik zeg, dat jongen is zwaar alcoholist. Ik zeg, die komt gewoon, ik zeg, bij mij thuis met mijn broer. Ik zeg, daar leef ik niet meer samen, ik ben alleen met mijn kindertjes. Nou, dan zei ze ermee, als u de waarheid niet vertellen wilt, dan komt u in de gevangenis. Ik zeg, dat doe mij maar in de gevangenis, ik kan niks anders vertellen, dan dit is de waarheid. Dan hebben ze me 3 dagen in de cel gestapt. De uitkering van mevrouw Bakker is stopgezet, omdat de vermeende vriend bij de politie heeft toegegeven dat hij wel met haar samenwoonde. De betreffende vriend heeft een ernstig alcoholprobleem. En het is een bekend feit dat als iemand een aantal dagen niet zijn dagelijkse alcohol binnenkrijgt, dat hij dan bereid is om het een en ander te verklaren. Uiteindelijk zal de rechter zich moeten uitspreken over deze en de andere fraudezaken. In de Jan van der Veenstraat lijkt me het allemaal niet zo nauw te nemen met de regels van de sociale dienst. Ze zijn wel nooit bij mij was. Wordt er veel over gesmoest in de buurt? Ik weet het niet. Jammer genoeg heb ik daar nog niks mee te maken gehad. Misschien komt het nog een keer, maar ik heb er jammer genoeg niks mee te maken gehad. Als ik het voor elkaar krijg, dan en ik krijg 2 lonen bijvoorbeeld, dan leg ik 1 loon leg ik vast op de bank en de andere ga ik wel leven.
En dan nog 5 jaar follow, dan ga ik een huisje kopen. Heb jij werk? Ik werk ook niet mee. Hoe komt dat? Afgekeurd. Afgekeurd. Aan wat? Arm. Laat zien. Wat heb je dan? Ik kan ook niet zien, man. Dat klopt niet, hè? Ja, gekeurd. Heb jij werk? Nee. Hoe komt dat? Ja, hoe dan dat? Vul zelf maar in. Kom als je met Jan van de Veenstraat. Nee, dat is niet. Jan van de Veenstraat springt nooit gewerkt. Ja, het is toch een achterbuurt, zegt iedereen ook. Nou, daar zal het ook wel wat mee te maken hebben, denk ik. Maar je kunt je overal. Maak ik mij voor de rest niet druk om. Misschien dat andere mensen zich wat druk om maken, maar ik totaal niet. En je hebt geluk gehad dat jij in een andere straat woonde. Heb jij geluk met dat? Als jij solliciteert hier in deze straat en met mijn baas of met mijn wat, dan krijg je de werk nooit. Hebben die werkgevers gelijk als ze zeggen we nemen niet die, maar liever iemand uit een andere buurt? Nee. Waarom niet? Nee, van ik zou veel meer waardering hebben voor de werkgevers. Dat als ze dan vinden dat ze dat constateren, dat dat in de Jan van de Veenstraat aan de orde is. Dat zij vinden dat daar vaarlijke mensen wonen. Waar zij misschien om de een of andere reden wat meer in de begeleiding of wat ook aandacht aan moeten schenken. Dan zou ik er meer waardering voor hebben dat ze zeiden wij willen dat probleem met de gemeente Hogeveen samen oplossen. En we geven ze een kans. Maar of het ooit nog wat wordt tussen de bewoners van de Jan van der Veenstraat en de werkgevers valt te betwijfelen. De wil om te veranderen lijkt amper aanwezig. Laat ons maar, zeggen ze. Ik was 14 dagen oud toen ik hier kwam wonen, dus ik bleef hier gewoon lachen. Het interesseert mij niks, het is al een route 30. De straat die heeft die naam gewoon, al jarenlang. En die naam die blijven we ook gewoon houden. Maar er is hier geen één buurt waar het zo gezellig is. Ja, het is ook een leefpatroon van mensen. En leefpatronen van mensen zijn natuurlijk heel moeilijk te veranderen. Ja, sommigen denken dat de overheid tot alle veranderingen in staat is. En de wereld is, en ook Hogeveen, is niet zo maakbaar als wij soms wel eens dachten. Ons volgende onderwerp heeft er eigenlijk iets mee te maken. Want als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje, zegt het spreekwoord. En daarom vindt de regering dat...